Ik stel de vraag nog een keer. Hè? Ja. De drafbaan is in de tijd cadeau gedaan aan de stadjes door Jan Evert Scholten. Vind je nou dat het stadsbestuur zorgvuldig omgaat met dat geschenk? Ja, ik vind dus van niet. En zeker niet nu. De drafsport zit er al 100 jaar. Zegt ook heel graag wij willen blijven. Vraagt ook niet om extra geld. Gezien corona lijkt me het al helemaal niet een goed idee om te zeggen van we gaan iets anders met het stadspark doen. Dus laat die mensen daar gewoon draven. Plus ze hebben ook nog een plan ingediend waarop ze zeggen van ja, we willen gewoon meer bezoekers. We gaan er gewoon tegenaan. Dus wij zien de urgentie gewoon niet om nu een einde te maken aan de drafsport. Nee. Weet je, je hebt gewoon liefhebbers voor alles. Hè? Je hebt de ijshockey, de drafsport, je hebt voetbal. Ja, van alles is, iedereen houdt ergens van alle markten thuis, om het zo maar te zeggen. Dat kan prima wat ons betreft allemaal naast elkaar bestaan. Het hoeft niet of te zijn. Het kan en zijn. En het kan allemaal in Groningen. Ja, dat is ons uitgangspunt wat dat betreft. Dus wij vinden het echt eeuwig zonde dat de drafsport nu de nek om wordt gedraaid. Oké, dank je.